Goedemiddag, van harte welkom hier in de historische Korenbeurs voor ook een historisch moment. Ondertekening met Poscalis en de gemeente Schiedam voor het herstel van de kademuren en de herinrichting van de Lange Haven hier vlakbij gelegen. Leuk hè, dat het eindelijk op de schop gaat hè? Ja, nou ja, ja, zeker. De volgende fase gaan we aan beginnen en daar zijn we echt hard aan toe. Wanneer is het idee geboren om die Lange Haven aan te pakken? Dit is zo'n beetje in 2011, 2012, als ik het goed weet, geweest. Dat de eerste, in ieder geval tekenen er waren, dat er grootschalig onderhoud moest gaan plaatsvinden aan de kademuren. En toen dat eenmaal in beeld kwam, is dus van de gelegenheid gebruik gemaakt om daar ook de buitenruimte in mee te gaan nemen. Wij hebben aangeboden om de kade te herstellen. En als het gaat om de inrichting van de Lange Haven, was er al redelijk snel consensus tussen de gemeente en de bewoners en ook de bedrijven die hier gevestigd zijn. Dus dat was al in redelijk detail uitgewerkt. Dus de inrichting van de kade zelf lag al redelijk vast. Het was met name hoe wij de kade gingen versterken en herstellen, waar het grote verschil zat ten opzichte van andere aanbieders ook. Poscalis heeft een methode gevonden waarbij ze de huidige muren constructief kunnen verbeteren, zodat ze straks weer mee kunnen. En dan wordt het alleen maar mooier omdat we er een mooiere buitenruimte omheen leggen. Maar we hebben er toch voor gekozen om er een plus op te zetten, zo noemen we het ook, Langehaven Plus. Waarin we ook de buitenruimte, zeg maar de bestrating, de trottoirs, de aankleding behoorlijk gaan verbeteren. Dus het wordt in één keer meegepakt, zodat we straks in een hele mooie Lange Haven terug hebben. Er zit natuurlijk nog meer aan die Lange Haven vast. Hè? De omgeving van de Lange Haven wordt richting Hoogstraat, dus de zijstraten, stegen, worden die ook meegenomen? Ja, bijvoorbeeld de Appelmarkt, die is een onderdeel van het project. Past eigenlijk een beetje bij de upgrading van de Lange Haven, maar de Appelmarkt is natuurlijk een hele belangrijke entree naar de Hoogstraat, ja. Wordt ook meegenomen. Zo'n nieuwe brug erbij, is dat ook een plus? Ja, het is een plus omdat hij het circuit kleiner maakt. En met name voor de toeristen die de weg niet zo goed weten, blijkt dat daar veel behoefte aan is. Maar het ontsluit ook de overzijde van de Lange Haven op een betere manier. En ik vind het een goed project omdat het ook qua vormgeving helemaal past in de oude sfeer van de binnenstad. Wat vinden de bewoners daarvan? Want die, ze denken toch een beetje overlast te gaan krijgen, hè? Bijna een jaar lang. Dat klopt en daar gaan we eind september, 29 september, in een volgende bewonersavond toelichten hoe we het gaan doen, hoe we het werk gaan faseren en wat voor een overlast dat ook echt gaat geven en hoe wij vanuit de gemeente en vanuit Poscalis die overlast proberen zoveel mogelijk te beperken tijdens de uitvoering. Wij gaan de woonschepen die er nu liggen, gaan wij tijdelijk verplaatsen. Die krijgen ook allemaal weer een plek in een nieuwe inrichtingsplan. Dus wij gaan die weer terugleggen. Wat wij gaan doen, we gaan over ongeveer een maand gaan wij starten met de baggerwerkzaamheden. Dus wij gaan dan de Lange Haven op diepte brengen en daar waar bijvoorbeeld ook ontgrondingskuilen zijn, gaan we het ook weer juist opvullen. Dus wij gaan een nieuw bodemprofiel aanbrengen en daarnaast gaan wij ook de kade herstellen. Dus we gaan de bestaande kade gaan we herstellen, dus gebroken stenen gaan vervangen, maar we gaan ook ongeveer 40 kilometer voeg gaan we herstellen. Ik heb ook wel eens gehoord dat jullie eigenlijk daarna ook de boel autovrij wilden hebben, hè? Ja, dat is in het ontwerptraject met de omgeving ook besproken. Daar zijn workshops voor gehouden. En daar is eigenlijk gezamenlijk bepaald dat niet gaat gebeuren. En dat de Lange Haven gewoon bereikbaar blijft. Dat er parkeerplaatsen blijven. Er verdwijnen een aantal parkeerplaatsen. Die compenseren we voorlopig op het Westmolenkwartier. En dus het blijft sowieso toegankelijk voor autoverkeer. Hoe lang gaan jullie aan de slag? Nou, wij gaan volgende maand starten. En de uiterste datum voor het opleveren is juli 2017. Pop-up TV blijft het hele project volgen. Je ziet ons terug. En andersom ook. Heel goed, ik kijk ernaar uit.